Ja, dat is een beetje een
En hier vind ik helemaal muziek. Ja, ik ben een ronde vrij. Nee, het is net te druk. Het is een kleine plek, dus net hoe doen we dat? Het is nooit te druk. Nee, het is alleen maar een tegel. Dat is wel echt een mensen. Die moet je weer als positie. Ja, dan moet je weer als positie. Dan moet je weer als positie. Jij ook. Alleen wie zou je? Jij ook. Ik zei net die wedstrijd van VCB tegen de dieren komen niet. Die rooien, die kunnen al doen tegen hem. Net niet, want die jammer is. Ja, prachtig, hoor. Maar ik vind het leuk, als MCP is voor elkaar zijn Peku, dat vind ik voor elkaar. Dat is de beste plaats. Een beetje vet worden op ons voetballen? We gaan erop voor. Ik weet dat er een netje tussen zit. Nee, maar geen tussendoor. Nee. Wel, wat iedereen er vanaf heeft. Ja, wel iets voor de belangstelling. Was uitgenodigd voor prijs uit. Ik ben er nog niet mee gekomen. We hebben nog een gek van nodig. Ja, ik hoef niet van beter. Ik ben van huis uit vorm. Zorg dat iedereen zijn eigen sport loopt. Hij komt. Dat mag niet. Heb je gedaan of zo? Nee. Ik heb dat wist nog nooit gehoord, dat vind ik niet voorvallen. Ik heb nergens gelezen waar ik het zo zeg. Ik kom hier al in het dorp, maar... Okay. Nee, ik heb echt een kwam of ja? Nee, nee. Ik heb heel lang op hoofdklasse gefloten, maar ook terwijl ik coach. Toen heb ik getraind in Bergen, met de gewoonlijn op de en zelf gemengd korfbal, want hier in het zuiden kennen we het huiskorfbal. Yeah. Yeah. De rest van Nederland kennen we gemengd korfbal, maar dan hier niet van de kerk. Dus dat is het huiskorfbal onder de hoofdgeveren. Dus ik kom uit een Nijmeegse gemeenschap. En ik heb door de kennis gevraagd of kom hier trainen, ben je hier fluisteren. Ik heb heel lang in deze richting. Hij doet het steeds. Dat is sport is leuk. En ook om naar te kijken. Ja. De op school dingen. Ja, dat is een leuke sport. Het is een leuke sport. Ik vind het ook wel leuk om hier te hebben. Ik ruimte voor het publiek. Leuk om zoveel mensen zijn gekomen. Ik had zo'n kunnen zo'n 1000 man werken, maar dan moet je wel de tribunes uit kunnen zetten. Als je dan meer speelruimte nodig hebt, gaat dat de kosten van het publiek is een of het ander. Het gebouw is niet van elastiek. Dat is wel leuk. Ja, dat is het. In Nijmegen, een lange hele straat, tegenover de witte kaarsboer, zeg maar. Ja, maar dat is fantastisch. Ja, zeker. Daar was ik heel trots op. Er gebeuren nu dingen die we nooit hadden gezien. Klopt. Weet wat we denken hier in de thuisbasis. Dit soort interland of nationale wedstrijden. Zit al op een ander niveau. Absoluut. Het past in één keer een andere agenda die we nooit hadden gezien. Nee, dat is leuk. Maar het ligt natuurlijk niet alleen maar aan de hal, maar ook aan het enthousiasme. Dat is gewoon een aantal mensen die daar moet georganiseerd moet georganiseerd worden. Dat zijn gewoon de bijna als we zien en hij kan gewoon weer dan dat is gewoon gewaard. Ik heb een zoontje, maar die wil echt internationaal rijden. Die rijdt, heeft de huisman rijden in Engeland. Maar het blijft goed druk. Ja, ik dacht, nou, met het, een ronde voorbij, dat zie je mensen in huis. Maar het blijft goed. Ja, dadelijk bij de finale zal het net even wat minder worden. Ja, dus als ik het aan de avond was, dan is het ook weer nog bij zijn. Ja, best. Ik ben verantwoordelijk in de niveau voor de volleybalopleidingen. Voor de scheidsrechtopleidingen. Nee, niet voor technische, maar voor de scheidsrechtopleidingen. Dit is een masterclass. Dat betekent dat ze allemaal 35 jaar. Die al wel ervaring hebben. Wel allemaal nationaal. Er zitten bijvoorbeeld hier twee mensen bij die komend jaar naar de internationale kunnen spelen. En die worden vanuit de niveau gevraagd om dat te doen, dat ze beoordeeld zijn en goed bevonden. Ja, precies. Vanuit de masterclass hebben we dus een aantal geluid.
Dat is de eerste keer dat deze landelijke kampioenschappen voor de jeugd hier zijn, of was het de tweede keer? Nee, dat is de eerste keer. Nee, vorig jaar was het een apeldoorn. Afgelopen jaren was het een apeldoorn. En dat roleert een beetje. Dus, afgelopen jaren is het een apeldoorn geweest. Is dat daar voor een apeldoorn? Maar ik heb begrepen dat, hoor ik ook pas net hoor, dat u de gemeente niet meer wil subsidiëren. Ja, en dus moet verder van de gemeente dan subsidiëren. Ik heb misschien ik kan me voorstellen dat het iets anders is dan dat het ondersportcentrum in de buurt is. Dit gebeurt binnen de uur of de gebruikers die ze allemaal hebben. Ja, op de stichting, die zal er misschien iets aan overhouden. Ja. Eigenlijk niet direct. Nee. Nee, hoe het precies geregeld wordt, dat weet ik niet. Verder niet met organisaties. Dat houdt ook maar zo. Dat die bij de Antwerpen, bij de Antwerpen, dat ze bier altijd vervoeren. Dan loop je dus de en dan zal je een tijdje. Dat is zelf een eigen volleybalvleer. Maar het is denk ik ook goed voor zijn. Dat is ook bekend. Dat is ook een grote toch niet uitgezonden wordt op Mini-TV. Zoals met de volleybalkrant. Mondelijk is hier. Dat is gewoon een toch stukje naast bekend. Het is gewoon niet verkeerd. Het is gewoon niet verkeerd. Het zijn ook kleine bijdragers, maar al die kleine beetjes die helpen. Nee, dat had je in de vertiel al niet kunnen doen. Nee, Ik heb een vertielhal. Als je de optimale wedstrijden floot, want de teams die waren, je bleef zitten. Ja. Vinnie Peters had het toen al. Dus ja. Was hij een feest. Ja, die hoorde ook wel even thuis. Ja. Ja. Ja, echt. Ja, toen was het nog alleen dat oude stuk, hè? Dat was een van de eerste stuk. Ja, nee, dat klopt. De basis hadden ze wel, ja. Dan moest ik eerst navragen, daar stond tegen Piet. Ik weet niet of je die naam kent, al niet heel lang dood is. Ja. Die stond daar als coach voor, zit de penning bezig, want die was van alles. Ja, die stond daar langs de kant. Ja, tegen Piet. Ja, ik ook.
Ja, dat is een discussie. Want er waren twee groepen uit de eindigde. Waar ga je dan?
Ja, op basis van het quotient. Alleen, ze wisten niet hoe het quotient eigenlijk. Oh, dat ik nog gewoon heb. Ja, maar ja, ik had jouw telefoon nog niet doen. Dat had natuurlijk wel gedaan. Ze hebben het mij ook niet gevraagd, dus ik had ze ook op kunnen vertellen. Ja, maar ze wisten niet hoe ze het quotient moesten berekenen. Ja, dat is niet handig. Want er staat ook een voorbeeld zitten in het Excel-sheet. Dan denk ik van, ah, dat kun je zo zien. Maar toen heb je besloten om te zeggen, als je ziet hoe groot is die gast dan? Wat dat 16 uur? Ja, ja. Ja, en dan hebben we dit is 18 jaar. De 17 jaar was het daarmee. Tot 18 jaar. Ja, we zijn allemaal zo tussen. Ja. 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 Dames en heren, ik ga er naar door. Ik pak lekker met je aan. Ja, moet je even. Oh, de Ballonfabriek. Ja? Ja. Oké. Waar is dat? Ja, dat klopt. Ja, jij ook? Ja, oké. Ja, mijn Dat is een beetje jongens, je hebt een stoelpoot achter de camera. Zag, dan nemen ze het publiek op in plaats van de... Dat is ook leuk hoor, publiek op. Dat kan ook leuk zijn. En hiernaast zijn er mensen mee. Zijn die jongens? Zijn 14, 15 jaar, dit zijn 66. Ja, dat is een landelijk. Ja, dat is dit is ook met een twee technische ballen, dat is heel duidelijk. Dat wordt diezelfde. Wij zitten aan de andere kant van de regio. Ja, daar. Ja, die moet ook hier naartoe.
Dat was 40. Ja, dat was toch naast de trommels, dan word je gek. Stond je al beneden? Ja, dat stond hier in de zaal. Oh, oké. Okay. Nee, ik zag dat was niet op mijn Interland van Slovenië. Toen ging het dak eraf voorbij. Nou ja, nee, ik vind het wel hartstikke mooi. Het is wel een prachtige combinatie voor dat soort... Nou, het is heel goed. Het is heel groot en het is niet zo rond. Maar als je bijvoorbeeld in... om die sport in Apeldoorn, die is wel 2 meter hoog, maar de vloeroppervlak is hetzelfde als het in. Alleen ook veel massalen door de vloeroppervlak en alle opstellingen. Ja, precies. Bijvoorbeeld, de houten is gevallen. Ja, dat scheelt heel veel. Dat is wat warmer als dat je daar gewoon gaat staan. Ja, maar dat doe je. Blijven, sporthal blijven altijd gewoon vierkant dozen. Sporthallen, waar het rust voor groene foto's is. Als je blauw neerlaat, dan is het een hele harde kleur. Ja, als je blauw neerlaat, dan heb je een neutrale rand. Als je dan tot 18 jaar, dus 18 jaar is het niet. Ja, er is natuurlijk. Er zijn er misschien bij die nog een of door zijn pijl hadden. Die dan net zo inmiddels af. Dat is een schootje zo. Maar ik was de laatste keer. Ja, en dan de Ballense schoolleeftijd. Die speelde in de Ark van Post. Jongensbeetjes en de C'tjes, dus 12, 13 en 14, 15 jaar. Dat kan het niet. Dat is ook 6 fouten liggen. Dat zei het niet. Die was daar van Frans. Ja, ik zie die ook wel met de Tim. Om die te hebben van bovenringen. Ja, ja. Ik ga naar huis. Ja, die krijgt hier. Het zijn allemaal mensen. Vanuit de vereniging zijn allemaal teams van 12 kinderen, terwijl er 60 kansen hadden. Twee coaches, een junior erbij. En dan op alle. Ja. Was het nog pas net. Hele grote mee. Maar hier is het al vermoord. We focussen nu op deze, dan op de 50ste en dan ook even de 1 minuut. Dat is mijn leuk. Als je hier kijkt hoeveel auto's er staan, bij het wapenlezen staan ze verkeerd daar. Ik denk, is het doen zo op school of zo? Ja, ja, ja. Zo'n goed gedaan. Ja, er zijn maar weinig. Oh, die kijkt u dat de publiek opstellen. Nou, keer in de dat je deze ruimte hebt. Ja. Dus als die schaatsen, dan zit er heel dag. Je moet er blij zijn. Ja. Die is nog relatief zwakker uit. De evaluaties van de beoordeling van de scheidsrechter is wat een doorspreken. Ja, morgenmiddag hier weer. Het is een aardig weekend. Ja, dat is een ongeveer 0,4%. Ja, 2 van 3. 5 april is het 2 van 3. Ja, dat is het. Nee, als het 1-1 is, dan zijn het tot 15. Hoe komt er nu van? Dit is een kaartje. Ja, straks. Dat is 2 jaar geleden die weggekocht. Ja, ik net al sowieso. Alles zo wel. Het is nog 4:30. Dus dat is wel lekker. Ja, nee, dat klopt. Ja, maar ik dacht dat we rond 6 uur nee, klopt. Alle 6 uur. Ik verwacht rond 6 uur dat we klaar zijn. Maar dit wordt daar redelijk weer in kunnen lopen. Als je zo'n hele als het echt in elkaar moet lopen, dan moet je nu per se uit. Ik zou zeggen dat je nou niet wil. Dat is geen inschuiven, want die week zijn de laatste optreden.
het is toch 21, 2 punten verschil. Ja, dat kan het doorlopen. Als je 2 punten verschil moet hebben. Ik heb er zijn wel staat, zal nog 32 punten verschil. Dan rijden we Ik zou het zonder kunnen.
Je wordt nog goed gespeeld, hè? Wordt fanatiek gedaan, hè? Maar dat ook die juist al aan het nemen dan. Ja? Ja, ja. Time-out. Zet je nog steeds op vraag? Ja, ja. Wat zeg je dan? Dan kan ik deze scheidsrechters die komen al jaren. Daar blijven slapen en zo. En dan komen we die even mee. En dan doen we alles aan. Dan moet je blijven slapen. Ja. Ook nog een paar. En weer van die ouderen zo, weet je wel. Ik denk dat ze ook met een biertje op moeten hebben. Ja, ze hebben het. Ja, dat is hier op de rest. Ik hou niet van de biertje. Ik zit hier. Nee, ik word het bijna niet meer. Ik wel. Nou, jij bent niet zo. Vanaf de derde prijs, dus ze krijgen alle spelers, de trainer krijgen een medaille. Jij het aan elkaar praat. Aan de hand van de mensen naar voren roept en aankomt die door spelen. Dan delen Hans en ik, als er dan komen, de medailles aan. Omdat we... Hans niet krijgen ze niet? Nou, Hans die zou er dus niet echt voor zijn, maar er is iemand door de rug gegaan. Vanuit hun werk. Dus toen moest ik naar de massenkant blijven trekken. Dus als ik dat kreeg ook vanmorgen was. Jullie roepen ze naar voren toe. Komen de spelers per groep naar voren? Ja. De teams komen per groep. Ja. 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 Zijn de Nederlandse open jeugdkampioen? Ja, Nederlandse open jeugdkampioen. Nee. Als je normaal kiezen, dan mag geen deel over plaatsen. Ik denk dat nog past. Ja, de mensen van Rassenveil en Klaas. Jij kent precies wie je onderzoek al doet, of ik moet het nu even in een kattenbelletje op kunnen zetten. Ja, ja. Ik zal doen dan die opening. En dan moet jou wat de prijzen krijgen. En dan van het lijstje dan beginnen bij de meiden? Eindigen bij de jongens of is het om en nee, we beginnen bij de meiden.
Maar dan zetten we op, zetten we op een rij. Volgorde, ja. Okay. Aan wie dan in welke categorie? Waar is dat? In welke volgorde? Ja. Beginnen bij de lijn. En ze komen ook allemaal, de derde, tweede, eerste komt met alle drie. Maar de vierde krijgt toch? Die komt ook naar voren? Die komt ook naar voren, maar die krijgt geen medaille. Die krijgen alleen applaus. Vanaf de derde plaats hebben we een bronzen en zilver. En de pools, hoeveel teams staat er? 8. 8 in de pool. 8 in de categorie. Dan zitten we 2 pools van 4 in de categorie. Zal ik even opnemen? Krijgen ze allemaal wat? Mag ik nou zeggen? Geef hem een t-shirt. Als je 8 teams hebt per categorie, dan zijn er 4. Uitgeroepen door zijn collega. Dus 4 gaan we naar beneden halen. Ja. Ja, nee, dat was mijn vraag. Ja. Nee, we hadden dus 2 poets van 4 voor meisje. Ja. 2 poets van 4 jongens aan en ieder poets van 4 voor meisje. Ja. Dat is erg. Ja, het is goed als het hele land in de klas heeft. Ja. Net zoals op zich zijn. We moeten naar beneden kunnen voeren. Ja, dan moeten we eerst doorsmoot krijgen. Ja, neem het zelf chique dingen van hier. Nee, ik vind het heel mooi. Dan kun je je prijs kassen. Ja, dat spreekt een clubhuis. Ja, mooi. We kunnen de codes En als laatste is er dus die Jaap van Kasteel, de trofee van Kartbas. Dat is dan eigenlijk van daarbij gewoon de beste winning van Nederland. Ook dat is weer een team. Niet voor een vereniging. Dat is de echte prijs voor de vereniging. Welke vereniging is het, mag zeggen, de beste vereniging van Nederland? In alle categorieën. Ja, van Kasteel. Ik wil iemand hebben die de witte ballen regelt. Ja, en als die accepteren, doe ik dan maar een kop. Je trekt hem wel af, tot is een Ze hebben dus ook al de voorrondes en die halve finales gespeeld en zo. Leuk. Ja, van Kasteel. Ik wel een mooi plekje voor. Ik ben net de auto in de eerste categorie. Ja, ik zou het een beetje. Wat zei je? Ja, je merkt wel dat er een paar zijn wel met de energie. De prijzen gaan weer in een dubbelsplester. Ik heb het niet gezien.
is feest een beetje kwijt. Ja, die is echt kwijt. En Ivo blijft hier nog steeds rustig. Dat zijn eigenlijk lang die gasten hoor. Ja. Als je ernaast staat, ja, allemaal ik heb zo gelachen voor tussen de 81 en 91. Ja, die mocht ik bij Tilburg in een oefenwedstrijdje buiten, als tweede. En voor de wedstrijd komt hij naar me toe, zegt hij, alle tips die je voor me hebt, na de wedstrijd. En ik dacht, ja maar Ivo, ik sta hier voor het eerst bij een Eredivisie wedstrijd. De eerste 10 ballen doe ik niks, ga ik alleen maar staan kijken hoe snel het gaat. En daarna ga ik gewoon wel een keertje kwijt. En dan denk je dat ik ook nog tijd heb om te letten wat jij allemaal anders kan doen. Hey, de goede. Ik ben er nog steeds. Ik begint daar afstand. Ja, 4. Ja, 6. Ja, 7. Ja, 8. Ja, 9. Ja, 10. Ja, 11. Ja, 12. Ja, 13. Ja, 14. Ja, 15. Ja, 16. Ja, 17. Ja, 18. Ja, 19. Ja, 20. Ja, 21. Ja, 22. Ja, 23. Ja, 24. Ja, ja, of zijn een van de grotere verenigingen. Ja, dat is zelfs een grote vereniging. Want ik hoorde, ik sprak Paul van Ieshout op. Die hebben een prachtige sport al, die ze helemaal niet meer kunnen vullen. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Oh, jongens, jongens. Ja. Ja, goed, laten we hem ook om te volgen. Ja, sorry, zo heb ik wel draait op. Ja? Die hebben eigenlijk geprofiteerd van de hal. Van de hal, Magic's erin. Ja, dus eigenlijk de flyers doen het ook goed. Ja. Ja. Het blijft een relatief kleine sport, dat doet het allemaal. Maar er zit wel, er is nu weer al een beetje veel op de wij hebben ze heel lang eigenlijk heen getrokken en nu zitten ze qua energie in ieder geval op hetzelfde niveau. Maar leden aantal, dat is nee. En wie wou hoeveel leden heeft? Dus niet veel. Ja. Dus, Flyers 80. Dus ja, we hebben al meer leden dan de tweede leden samen. Dus, maar goed, je moet ook de tijd meten. Ja, dat gaat weer even eruit, het vaart. Uit de vaart. Ja. Jij gaat nog trokken namelijk.
Ja, degene de baas gaat. Hij kan nog terugkomen. Heel goed, is eigenlijk hoor. Maar hij had het niet. Hij zat op de kan je net niet samen komen. Hij ligt ook wel eens een keer voor Vincent. Dat vind ik wel helemaal als een chance, want die ooit op te zien. Ja, dat is Ja, ik hoor niet. Dat is goed. Dat is niet ik leg niet mijn kleren bij mijn vriendin. Dus van hier, kan je moeder soms wel helpen. Ja, het is wel zo. Ik zou het serieus niet doen. Ja, ik zou het gewoon laten liggen. Ik wil het niet gewoon normaal mijn idee. Dat is wel lekker. Zullen we zo eens een aanval maken? Dat zullen we eens doen. Ik heb nog een tegenstelling tot de wijze. Ja, dat is wel zo'n wijze. Ja, dat is wel zo'n wijze. De rest is allemaal 32. Spelen. Ja, dat is druk. Dat is lukt voor. Ja, dat is niet voor jou gezien, maar voor ons uitzien. Dat is een aanval. Mijn lichaam een functie in het veld. Oh, ik heb daar niets in. Wat een bier. Maar Want hij iedere keer al op dan, maar hij is niet. Nee, dat is niet waar. Nee, hij is niet. 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 Hij Dit seizoen bij je een van elkaar zijn die baby. Buitenaanval. Zo! Slecht dunk. Waar is hij nou goed? Sofie Lee. Ja? Ja, dit
Monique staat daar met een blauwe jasje aan. Achter de scheidsrechter zit er net een trapje aan. Nu een derde scheidsrechter. Is zoals de zusje er ook wel ergens zitten? Goed, zijn we toch. En die kinderen zijn de hele dag aan het spelen. Ik speel dan. Ik zou meer even wat verstand hebben. Dan kun je straks nog een keer tijd uit het denken. Volgende bak? Ja. Moet je maar uitbouwen die kant. Dat zeggen ze toch? Beneden ook lekker bak? Ja. Ik heb respect voor jou, Keizer Haren. Goed bij te weten. Ja, ik had er wel één of twee. De hele dag wel één mannetje, twee handen extra was wel handig geweest. Want ik kan nou gewoon bepaalde dingen, controle dingen, kan. Eigenlijk gewoon geen tijd voor. Weet je, je moet eigenlijk ook iemand hebben die los overal oploopt voor de prullenbak en dat soort dingen. Ja, weet je, het toilet kan ik dan er wel af en toe iemand voor vrijmaken. Ja, dat vind ik ook belangrijk. Ja, goed, als je zoveel volk hebt, dan wordt het toch wel fiets. Ook al heb je iemand die... Klopt, maar goed. Nadeel is dat je nou straks... De meeste lopen al ook al vanaf vanmorgen hier. Ja, je toko van de hele schoon. Dus ik komt om 6 uur nog eentje bij. Eén verse. We moeten nog alles opruimen. Ja, want morgen gaan we weer zaalvoetbal, moet de zaal weer schoon zijn en dan de Magic Zones middag. En dan moet je kant de Flyers hier worden kampioen. Dus hier is een volle bakje. Er komen ook een hoop volk op af. Ja. Dat is toch weekend, ja. Kijk, volle werkweek, met vrijdag met gisteren erbij, denk ik. Ja, 3 dagen, 4 dagen. Ik denk dat ik wel een hele eind kom, hele maandag zelf. Ja, hij heeft nog verdiend. Ja, ja. Ja, weet je wat over naar het oosten en naar het noorden gezet? Ja, ja. Jasper, één keer de hele dag. Eén keer van, oh ja, dat is goed. Ja, het is wel tot 7 uur of zo, hè? Ja, die jongens doen dat gewoon. Ja, dan dat is een livestream, dus jouw alles punt bij, hè? Ja, die nam met z'n drieën mee in Linsen met Beats. Dan zei hij wel, meestal die tent, jongens, hé, die 20 euro inschrijfgeld betaal ik wel. Ja. Is het nou zo moeilijk zien dat ik hier bij de hele dag lopen? Ja. Als ik iemand neer moet zetten, ja. Dan kan ik 10 jaar te nooit betalen. Ja. Uiteindelijk, hè. Ja. Die zijn klein, erbij. Ja. Ja, dat is een heel groot verschil. Want hij was echt 3 weken. En dan ging hij 25-12 of zo. Ben ik het kampioenschap van Apeldoorn. Ja, dat is altijd extra rivaliteit natuurlijk. Twee teams in Apeldoorn.
die zou moeten fuseren, dan wordt dat echt de allergrootste vereniging in Nederland. Ja, dat zegt ook al, categorie geen team in bij de beste 8. Er zijn 8 leeftijds categorieën. En er zitten dus bij één pool, volgens mij bij de allerkleinste, ergens één. Er zit geen alterne team bij, maar daar is het overal wel. En ook zijn er, bij Dynamo zijn er ook 5 teams van. Dan zie je hoe van is. Ja, hoe zijn het de volleybalstad? Ja. 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 Je weet wel, er is meer om niks dan op vakantie, dus dan weet je niet wat je staat te doen, hè? Ja, dan moeten we het maar niet doen. Ja, dan moet gewoon een keer, ik vind het best leuk, hoor, maar niet in het midden van die vakantie. Nee, als ik een keer was geweest met al die liefde. Nee, dat moet niet willen. Ik vind het is hartstikke leuk. Ja, we zijn aan het kijken voor die kwalificatie, voor je jeugdkwalificatie. Ja, maar dat was voor een zelf ook belangrijk. Nou, veel push. Peelpoes, voor het mij al, zo'n dorp voor je van rijkers. Ja, dat is altijd groot, maar ja. Draait de hele vereniging naar jullie jou, als de inkomst van het koers bij. Ja, ik ga even beneden kijken, want als die komen, mensen komen allemaal in de kantine. Ja. Ik ga zo'n bus aan. Ja, als drinken? Voor het blijken. Yes. Goed, ja. Blijven ze wel allemaal wachten. Nee, dan moet je photoshoppen. Nu. Ja, die geen het. Die een prijs hebben. Oké, okay, ja, anders vieren. Ja, ja, ja. Nee, want iedereen moet nu nog spelen. Ja. Want je moet nu wel een vierde plaats spelen. Ja. Kan de eerste vier krijgen. Dus.
Nou, veel plezier nog. Dankjewel, ja, succes. En tot de volgende keer. Tot ziens. Niet mijn tap, meneer. Zoals Raymond volgende keer. Ah, ik denk niet dat die elkaar lijken. Ja, dat was eigenlijk vol op strijd. Mooie, mooie rallies, ja, zeker. Ik druk heb een fluit aan. Had je weer die stadsderby? Ja, show, hier is het dan met buiten naar binnen. Hij moet officieel over 10 uur klaar zijn, anders is het best niet. Zodat je, ja, ik ben toch nog mee. Feiten. Maar dat je nog een hele luister gekregen hebt. Dat was toen een dag. Vind je wat ik wil met elkaar zo van hier in het onderwijs. En denk ik, ja. Kijk, ik heb daar niet bij gezet, dat is een tijd van de Hulmans. Ik snap niet wat daar, waarom ik hier de basis van de wel niet in zou worden. Dat kan zo raar. En ik heb het gezegd, ja, hier gaan ze in de bus laden.